harte goeiemorgen, luisteraars. Ja, we zijn er. Van harte goeiemorgen, luisteraars. Welkom. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is de dinsdagaflevering. En omdat gisteren Welkom aan D was en we dus een vrijdag hadden, is het dus de eerste aflevering voor deze nieuwe werkweek. Nou, we zullen zo meteen contact maken met Raoul Swedo van Stichting Apache. Want we begrijpen dat er zich wat grimmige situaties voorgedaan hebben. Te Pikin Saron, een gewapende aanval op een controlepost, waarbij zelfs schoten gelost zijn. Maar daar zullen wij dus Raoul Swedo zo meteen over spreken. Van Apache die gaat richting het gebied om zich te oriënteren. Wat we ook voor u hebben vandaag in de koffiepraat is een terugblik op de recommandee toespraak van president Chandrika Persat Santokhi. We hebben verder ook wel kort aandacht te besteden aan de crematie van Walter Muringen. Niet de eerste, de beste. Een icoon die dus is heen gegaan. En de crematie van Walter Muringen is dus morgen, woensdag 3 mei. Robotics Team Suriname wint Rookie Inspiration Award in Houston. Gelukkig ook wat positief nieuws vandaag op de voorpagina's. En zo fietsen we langs de koppen. Maar laat ik toch gelijk met de deur in huis vallen. Coach, ik hoef met contact aan Raoul Swedo gelijk om de detailzaken van hem te vernemen. Het gaat erom dat er wordt gezegd dat een nog onbekende groep gewapende personen vanmorgen een aanval uitgevoerd heeft op een controlepost van Staatsbosbeheer SBB en het KPS te Pikin Saron. Daarbij zijn verschillende houttrucks in brand gestoken en politiemannen zouden beschoten zijn. Vernomen wordt dat zeker 2 agenten... Raoul? Hallo? Ja, hallo. Hi Raoul, hoor je me? Ja, ik hoor u. Morning, morning, morning. We begrijpen dat er zich toch wel wat grimmige zaken voorgedaan hebben te Pikin Saron. Wat zijn de eerste berichten die jou bereikt hebben? Nou, al sinds rond 6 uur in de ochtend werd ik door enkele dorpsbewoners gebeld dat de mensen op dat moment niet wisten wat er gaande was, maar dat ze dus wel hebben gezien dat trucks, houttrucks in brand zijn gestoken. Informatie had hun toen bereikt dat ook de LBB-post daar was overgenomen, de politiepost was in brand gestoken. Men wist me wel te vertellen dat er doden zijn gevallen. In hoeverre dat eigenlijk bevestigd is, weet ik nog niet. Maar het is in elk geval een vrij ernstige situatie momenteel te Pikin Saron. Heb je een idee wat hiertoe geleid kan hebben? Want je hebt vaker contact met ook de dorpen in het gebied en de bewoners al daar. Was aan bij Koekekong? Nog een keertje? Ik hoor u ver. Nee, ik vraag me af of jij misschien als een van de mensen die via jouw stichting regelmatig contact hebt met de mensen al daar, hebt kunnen vernemen in hoeverre er dus een aanleiding hiertoe is geweest. Was er iets dat aan het opborrelen was? Nou, ik heb een gesprek gehad met de heer Tapoto heel vroeg in de ochtend. Omdat u weet, er is momenteel een situatie in Pikin Saron waarbij ook verkiezingen zijn gehouden. De ene partij wel eens is, de andere partij niet eens is. Dus kapitein Tapoto geeft dus aan dat in een eerder gesprek aan Apache Media dat hij dus op papier nog steeds kapitein is en de andere persoon gekozen is, maar die kwestie was in elk geval nog niet opgelost. Ik heb vernomen dat de moederorganisatie nog bezig was daarmee, maar dat eigenlijk niet de aanleiding is. Maar wat hij wel wist te vertellen, dat er een actiegroep is die dus met betrekking tot het uitgeven van gronden in de dorpen actie zou voeren en die met hem contact hadden gemaakt en hij meer voor een vreedzame actie eigenlijk zijn ondersteuning wilde bieden. Mm-hmm. En hij wist me aan te geven dat hij ook aan die actiegroep heeft medegedeeld dat hij niet meedoet met acties waarbij men natuurlijk over zou gaan tot brandstichting en dergelijke. Maar tot zijn verbazing was helaas wel dat het geval van morgen. Dus tot zover ik het heb kunnen vernemen gaat het om een actiegroep. Als er intussen mensen van het dorp
zij gaan inmengen is voor ons nog onduidelijk. Maar we begeven ons momenteel richting Pakistan om natuurlijk ook SNS meer te kunnen informeren. Dan houden en de gemeenschap. Dan houden we het voor nu hier bij Raoul Zwedo. Stay safe on the road. En zo gauw je gearriveerd bent op locatie, dan proberen wij jou weer in te brengen. Prima, you're welcome. Goedemorgen. En zo hebben wij gesproken met Raoul Zwedo van Stichting Apache. De organisatie die zich sterk maakt voor welbeing van de inheemse volkeren. Elke woensdagavond hebben we trouwens Apache Radio. Waarbij dus ook vaker gesproken is met mensen uit Pikisaron. Raoul Zwedo begeeft zich momenteel richting het gebied. En zo gauw hij op locatie is, brengen we hem weer in om van daaruit dus een update te krijgen. Intussen zullen we ook proberen om met de politie contact te maken, om van de politie te vernemen wat van hun kant uit de updates zijn of de informatie die hun tot nog toe bereikt heeft. Nou, wat we hebben gehad ook is Rokomandé. We hebben gehad dat natuurlijk toespraken gehouden zijn. En zo ook heeft ons staatshoofd, president Chandrika Prasad Santokhi, in verband met Dag van de Arbeid een toespraak gehouden. Daarbij is stilgestaan bij het streven van de regering voor een rechtvaardige samenleving en menselijke waardigheid voor iedereen, in het bijzonder voor werknemers met hun gezinnen. De president deelt mee dat de regering overweegt om de belastingvrije grens van 7000 SRD 500 verder op te trekken. 80.000 voedselpakketten zullen worden verdeeld onder de laagste inkomensklasse en vanaf morgen gaat ook het moederschaps- en vaderschapsverlof in. De economische problemen waarmee wij als land worden geconfronteerd en daarboven de invloed en impact van de wereldwijde economische crisis, die niet aan ons voorbij gaat, hebben helaas gevolgen voor iedere burger in ons geliefd land. We moeten gaan naar een quote van de president die we dus hadden klaargelegd voor u. Dag van de arbeid. Rokomandé, en bij deze gelegenheid wens ik even stil te staan bij het streven van mijn regering voor een rechtvaardige samenleving en menselijke waardigheid voor iedereen, maar in het bijzonder voor de werknemers met hun gezinnen. De economische problemen, lobby brother Nassisa, waarmee wij als land worden geconfronteerd, en daarboven de invloed en impact van de wereldwijde economische crisis, die niet aan ons voorbij gaat, hebben helaas gevolgen voor ons allemaal, voor iedere burger. En als Lobisrang, de negatieve effecten uiten zich onder andere in werkloosheid en baanonzekerheid, maar tegelijkertijd ook in een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Verder hebben burgers te maken met een afnemende koopkracht door enerzijds de negatieve koersontwikkeling, maar anderzijds ook als gevolg van noodzakelijke overheidsbezuinigingen en overheidsmaatregelen. En de regering is ervan bewust, ja, dat deze ongewenste negatieve effecten een voedingsbodem vormen voor een toename van de armoede in ons land, waardoor begrijpelijk de onzekerheid ook groeit bij vooral onze beroepsbevolking. En we kunnen ze zien als problemen of als bedreigingen, maar we kunnen ze ook zien als uitdagingen en ook beproevingen. Deze vormen een extra prikkel voor ons als regering om met meer daadkracht te werken aan de verbetering van de welvaart van werkenden met hun gezinnen. Lui Bradan Sisa, het proces van herstel en op weg naar groei en duurzame ontwikkelingen, dat loopt gestaag. De fundamenten zijn reeds gelegd. En onze regering zal doorgaan op deze weg. En ook uit verschillende hearings die ik onlangs heb gehouden met vrijwel alle lagen van de bevolking om te komen tot ons nationale dialoog, is gebleken hoe nijpend de situatie is
voor onder andere loontrekkers met hun gezinnen. Met name de kosten van levensonderhoud en de achteruitgang in koopkracht staan hoog op de lijst van de zorgpunten. Wij zullen middels dialoog in de verschillende overlegstructuren, zoals de Sociaal-Economische Raad, het tripartiet overleg, als ook in de verschillende ministeriële clusters, meer aandacht aan deze zorgpunten besteden en gerichte oplossingen zoeken en ook vinden. Sociale dialoog met zowel de vakbeweging als werkgeversorganisaties bij streven naar een rechtvaardige samenleving is en blijft een speerpunt van het beleid van mijn regering. In overleg met de sociale partners zullen armoedebestrijding en leefbaarheidsverbetering in de komende maanden de hoogste prioriteit blijven genieten van de regering. En in dit kader is er reeds een pakket van verlichtende maatregelen genomen. Om specifieke maatregelen te nemen en het programma te ontwikkelen gericht op duurzame bestrijding van armoede, heeft de regering per maart dit jaar de armoedegrens geactualiseerd op het niveau van ruim 6000 SRD voor een volwassene. De armoedegrens zal zeker de komende dagen worden geactualiseerd. Maar mede uitgaande van dit gegeven is ook het algemeen minimumloon opgetrokken naar 30 SRD per uur. En per 1 juli 2023 zal er een algemeen minimumloon van 35 SRD gelden per uur. De regering is zich ervan bewust dat de hoogte van het minimumloon nog niet voldoende is om uit te komen. Maar dit is de hoogte die onze economie op dit moment kan dragen. En om de koopkracht van loontrekkers verder te versterken, is de omzetbelasting dit jaar afgeschaft. En loontrekkers met een belastbaar inkomen onder de 7.500 SRD per maand zijn vrijgesteld van de loonbelasting. Landgenoten, de regering neemt het verzoek van de vakbeweging in overweging om de belastingvrije grens verder op te trekken. De regering heeft ook gekeken waar er ingespeeld kan worden om de noden van de laagste inkomens te verlichten. En als overbruggingsmaatregel is het voorzien van voedselpakketten en basisgoederen onlangs goedgekeurd door de regering. En besloten is dat er landelijk 80.000 voedselpakketten verstrekt zullen worden aan onder andere de groep van loontrekkers met de laagste inkomens en kwetsbare groepen. Ik wens te benadrukken dat het geven van voedselpakketten slechts een tijdelijke overbruggingsmaatregel is. En het moet gezien worden in het kader van een urgente korte termijn aanpak van de armoede. Dat is de bedoeling. Ook gaan wij in de richting van een duurzame en structurele aanpak van het armoedevraagstuk. Ook de 1800 SRD wordt versterkt aan onder andere kwetsbare groepen, gezinnen van loontrekkers die gezamenlijk minder dan 6000 SRD per maand verdienen. En de regering zal binnen door het herstelprogramma gestelde eisen en grenzen blijven zorgen voor de nodige financiële verlichting naar de samenleving toe. Ik wens te benadrukken dat die verlichting zich specifiek zal richten op personen met de laagste inkomens en personen die bescherming nodig hebben, de kwetsbare groepen. Afgezien van de specifieke maatregelen ter bestrijding van armoede, mag ik u geruststellen dat de regering met veel meer ijver zal voortgaan
met het beteugelen van de wisselkoersen en de inflatie. Tegelijkertijd zullen wij prijscontroles opvoeren waardoor u meer kan kopen. Landgenoten, ten aanzien van het bevorderen van menswaardige omstandigheden op het werk, mag u mededelen dat de regering in de maand februari dit jaar is aangevangen met de implementatie van het derde Decent Work Country Program. Samen met technische assistentie van de internationale arbeidsorganisatie ILO, nadat twee eerdere programma's succesvol zijn uitgevoerd. En een belangrijk onderdeel van dit programma is bevordering van ondernemerschap, als ook de productiviteit op de arbeidsmarkt. En dit zal zeker leiden tot sterkere bedrijven in Suriname en meer werkgelegenheid, maar ook zal er gezorgd worden voor betere beloning en voorziening voor werknemers en hun gezinnen. Hierbij wordt gestreefd naar het creëren van decent jobs, het stimuleren van investeringen en het bevorderen van innovatie. Dit zal ook bijdragen aan economische groei en welvaart en het beschermen van werknemersrechten. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan zaken als het voorkomen van gedwongen arbeid, kinderarbeid, als ook arbeidsvoorwaarden voor veiligheid, gezondheid en welzijn. En de regering hecht grote waarde aan de Social Protection Expenditure Review, welke door de Internationale Arbeidsorganisatie wordt uitgevoerd. En in dit kader mag ik u de blijde mededeling doen dat vanaf morgen 1 mei 2023 alle werkende vrouwen en mannen in aanmerking komen voor respectievelijk doorbetaalde moederschaps- en vaderschapsverlof. En ik feliciteer u met het feit dat het eindelijk zover is dat wij in Suriname doorbetaald ouderschapsverlof hebben kunnen invoeren. Het werkgelegenheidsbeleid, Loi Brother Nassisa, Rokoma, zal zich in de komende periode richten op de verbetering van productiviteit, labor skills ontwikkeling en onze concurrentiepositie op internationale markten. En met het oog op de economische omstandigheden waarmee wij worstelen, heeft ons land geen andere keuze dan een participatiesamenleving te stimuleren waarbij van burgers wordt verwacht zelf redzaam te zijn. In dit verband heeft de regering middelen vrijgemaakt ter versterking van gemeenschapsprojecten waarbij kansarmen en risicojongeren de gelegenheid krijgen om een vak te leren om zelfvoorzienend te zijn. Daarbij krijgen de trainees ook een starterkit om daarmee meteen aan de slag te gaan. En intussen hebben honderden personen een vak geleerd via de SAO en overige trainingscentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, waarmee ze ook hun brood kunnen verdienen. Tevens heeft de regering ter stimulering van werkgelegenheid, bevordering van ondernemerschap en het verhogen van de productie de volgende fondsen in het leven geroepen. Zo hebben we het Agrarisch Kredietfonds, NOVA, voor personen die wensen te investeren in de agrarische sector. Zo hebben we ook het fonds KMO voor kleine en middelgrote ondernemingen om hen te stimuleren om te gaan investeren. En recentelijk nog is het productiekredietfonds in het leven geroepen om die productie te stimuleren en ondernemers en investeerders te ondersteunen. En hebben ook namelijk het fonds technisch bijstand voor de particuliere sector. Dames en heren, samen met de sociale partners zal de regering de basis leggen voor een samenleving die sociaal rechtvaardig is. Een samenleving
die wordt gekenmerkt door dialoog, samenwerking en participatie, inclusiviteit en gelijkheid. Broeders en zusters, Rokomang, Rokoma, als we samen doen, zullen wij in staat zijn sociaal-economische issues en vraagstukken in een betrekkelijk korte tijd aan te pakken, wat de samenleving waaronder werknemers en werkgevers ten goede zal komen. Aldus president Chandrika Prasad Santokhi in verband met 1 mei, dag van de arbeid. Nou, het nieuws heeft ons bereikt vanmorgen dat er zich wat grimmigheden hebben voorgedaan te Peking Saron, waarover wij dus vanmorgen gesproken hebben met Raoul Swedo, die onderweg is daar naartoe. Hij is van de stichting Apache en heeft vaker contact met de inheemse dorpen, de inheemse dorpshoofden. Vanuit die hoedanigheid hebben we hem dus gesproken. Wat we ook gaan doen is bellen met inspecteur Kensmil van de politie, voorlichtingsdienst, om vanuit het KPS te vernemen wat de first hand information is, zo niet de feiten zoals die nu liggen. Niet zo prettig nieuws natuurlijk voor de ochtend. We begrijpen dat het een actiegroep zou zijn die dus overgegaan is tot baldadigheden. Er zouden gewonden gevallen zijn. Goedemorgen inspecteur Kensmil. Hoort u mij? Ja, ja. Hoe is het met u vanmorgen? Rustig, ik hoor u heel slecht hoor. Hoort u me nu beter? Kan ik me snappen door de zee even? Ik kwam wat rastant goed. Nee, ik denk dat het ligt aan de verbinding. Het is heel slecht. Maar ik hoor u wel, prima hoor. Ja. Ik hoor u prima. Laat het even zo proberen, ik hoop dat het lukt. Yes, inspecteur, we hebben kort de laatste details, de feiten nodig ten aanzien van wat er zich heeft afgespeeld te Peking Saron en in hoeverre de politie al er naartoe is met manschappen. In ieder geval, wat we hebben is dat vanochtend, omstreeks 6 uur, dat bewoners en enkele opstandelingen van het dorp Peking Saron, die zijn in opstand gekomen. De reden, dat is tot op dit moment nog even onbekend. Ze hebben bij deze opstand hebben ze 9 tot 10 trucks die hout vervoerden. Die zijn in brand gestoken. Het politiebureau, in ieder geval het station, is platgebrand. Er is op de collega's geschoten, die verschoten zijn plaatsgevonden. Waarbij 2 politiemannen gewond zijn geraakt. De 2 politiemannen die daar gestationeerd zijn. Die politiemannen die worden nu naar de stad vervoerd. Naar AZ vervoerd, onder politiebegeleiding. Zijn ze er ernstig aan toe? Over de aard van de verwondingen heb ik nog geen informatie. U moet begrijpen, de telefoonverbinding is heel slecht in dat gebied. Mm-hmm. Dus bij mondjesmaat komt er wat informatie binnen. En dat is waar wij het voorlopig mee zullen moeten doen. Wat we vragen aan mensen die daar in de buurt zouden moeten zijn, om voorlopig dat gebied even of te omzeilen of te vermijden. Ga niet daar in de buurt. Vanwege de situatie, de grimmige situatie. Zijn er manschappen daar naartoe gedirigeerd? Ja, een gemengde eenheid van politieambtenaren en militairen. Die is naar het gebied gedirigeerd. Om orde op zaken te stellen. En zodat de rust binnen de kortste keren kan wederkeren. We praten over een aantal strafbare feiten, inspecteur. Hoe strafbaar zijn de zaken die u genoemd heeft? Brandstichting, vuurwapengeweld tegen de politie en zo aan? Ja, dus wij zullen de mensen die zich hierin hebben schuldig gemaakt, die zullen sowieso de ten laste gelegde feiten, die zullen onderzocht worden tegen betrokkenen. En de strafvervolging zal niet uitbleven. Betreurenswaardig? Wat zei u? Betreurenswaardig dit? Natuurlijk. Die enkele opstand. Jeugd weet het toch. In een nette geciviliseerde samenleving.
kunnen wij dit soort zaken niet we kunnen dat niet hebben. Is contact geweest met de dorpsleiding? Dus dat gedeelte, die informatie, ik ga u vragen mee te ontslaan van de verplichtingen hierop te moeten antwoorden. Ik ben zelf ook aangewezen op informatie van de hoogstdienende politieambtenaar in dat gebied, of van dat gebied. En met die persoon, of van die persoon kreeg ik de informatie binnen. En ik heb niet begrepen, dus dat er contact is geweest met de dorpsleiding. Inspecteur Kensmiddel, laten het hierbij en hopen u later wel weer te spreken voor nog meer updates. Jawel, zullen we updates hebben, dan delen wij dat. Goedemorgen. Oké. En zo heeft u het kunnen horen van het hoofd van de KPS Voorlichtingsdienst, inspecteur Kensmiddel. Laten wij teruggaan naar het interview dat wij dus gehad hebben vanmorgen met Raoul Swedo van Stichting Apache, die zich nu ook begeeft richting het gebied. We begrijpen dat er zich toch wel wat grimmige zaken voorgedaan hebben te Piki Saron. Wat zijn de eerste berichten die jou bereikt hebben? Nou, al sinds rond 6 uur in de ochtend werd ik door enkele dorpsbewoners gebeld dat de mensen op dat moment niet wisten wat er gaande was, maar dat ze dus wel hebben gezien dat trucks, houttrucks in brand zijn gestoken. Informatie had hun toen bereikt dat ook de LBB-post daar was overgenomen, de politiepost was in brand gestoken. Men wist me wel te vertellen dat er doden zijn gevallen. In hoeverre dat eigenlijk bevestigd is, weet ik nog niet. Maar het is in elk geval een vrij ernstige situatie momenteel te Piki Saron. Heb je een idee wat hiertoe geleid kan hebben? Want je hebt vaker contact met ook de dorpen in het gebied en de bewoners al daar. Was aan de Koekekong? Nog een keertje? Ik hoor u ver. Nee, ik vraag me af of jij misschien als een van de mensen die via jouw stichting regelmatig contact hebt met de mensen al daar, hebt kunnen vernemen in hoeverre er dus een aanleiding hiertoe is geweest. Was er iets dat aan het opborrelen was? Nou, ik heb een gesprek gehad met de heer Taputo hier vroeg in de ochtend. Omdat u weet, er is momenteel een situatie in Piki Saron waarbij ook verkiezingen zijn gehouden. De ene partij wel eens is, de andere partij niet eens is. Dus de kapitein Taputo geeft dus aan dat in een eerder gesprek aan Apache Media dat hij dus op papier nog steeds kapitein is en de andere persoon gekozen is, maar die kwestie was in elk geval nog niet opgelost. Ik heb vernomen dat de moederorganisatie nog bezig was daarmee, maar dat eigenlijk niet de aanleiding is. Maar wat hij wel wist te vertellen, dat er een actiegroep is die dus met betrekking tot het uitgeven van gronden in de dorpen actie zou voeren en die met hem contact hadden gemaakt en hij meer voor een vreedzame actie eigenlijk zijn ondersteuning wilde bieden. En hij wist me aan te geven dat hij ook aan die actiegroep heeft medegedeeld dat hij niet meedoet met acties waarbij men natuurlijk over zou gaan tot brandstichting en dergelijke. Maar tot zijn verbazing was helaas wel dat het geval van morgen. Dus tot zover ik het heb kunnen vernemen gaat het om een actiegroep. Als er intussen mensen van het dorp zijn gaan inmengen is voor ons nog onduidelijk. Maar we begeven ons momenteel richting Piki Saron om natuurlijk ook SRS meer te kunnen informeren. Dan en de gemeenschap. Dan houden we het voor nu hier bij Raoul Swedo. Stay safe on the road. En zo gauw je gearriveerd bent op locatie, dan proberen wij jou weer in te brengen. Prima, jou welkom. Goedemorgen. En zo hebben wij vanmorgen gesproken met ook Raoul Swedo van Stichting Apache. Een organisatie voor inheemse die vaker aandacht besteedt aan het rijlen en zeilen in de dorpen. Van is aan ik go allemaal aan toe.
En deze organisatie, of de mensenvertegenwoordigers van de organisatie, begeven zich richting het gebied Pikisaron. En hopelijk later op de dag dat onze nieuwsredactie wederom Raoul Sedo kan inbrengen om wat te vernemen. We hebben ook gesproken met inspecteur Kensmil van de politievoorlichting. En ook die info hebben we dus gebracht vandaag in de koffiepraat. En ook van de politie hopen wij later op de dag meer te vernemen. Niet zo mooi, het gaat erom dat een onbekende groep of een nog onbekende groep gewapende personen zou een actiegroep moeten zijn, een aanval uitgevoerd heeft op een controlepost van Staatsbosbeheer en het Korps Politie Suriname. De politiepost is platgebrand, te Pikisaron. Er zijn 9 tot 10 houttrucks in brand gestoken en ook is geschoten op politiemannen, waarbij dus 2 politiemannen gewond geraakt zijn. En die worden dus onder politiebegeleiding vervoerd naar het ziekenhuis. Niet zo mooi allemaal. De politie heeft een gemengde eenheid gedelegeerd naar het gebied. En hopelijk dat men heel gauw orde op zaken stelt in het gebied. En dat de schuldigen ter verantwoording worden geroepen. Nou, waar we ook mee dealen is de situatie in het onderwijsveld onder andere. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, heeft dus vorige week opgeroepen dat de leden massaal thuis moeten blijven. En dit uit solidariteit met de progressieve vakcentrale C47. De VOLS zegt het gevoel van ontevredenheid bij de leden van de lidorganisaties heel goed aan te voelen. Een ontevredenheid die in relatie staat met de alsmaar sukkelende economie. De leerkrachten zijn creatief uitgeblust en moeten steeds kunstgrepen bedenken om het huishouden draaiende te houden, stelt Marcelino Nerkust, president van het VOLS Presidium. De VOLS is zich ervan bewust dat zij in overleg is met een cluster van ministers en het onderhandelingsorgaan van de overheid enerzijds en Rafaxur VOLS BVL als en de veiligheidsbonden anderzijds. Recommandé kunnen de gesprekken tussen een cluster van ministers en het OO enerzijds en de hierboven genoemde vakorganisaties anderzijds als zeer constructief worden gekenmerkt. De bedoeling is dat partijen nog deze week tot een vergelijk komen om de druk die de werkers ondervinden te verlichten. En is dus wat er zich momenteel afspeelt. Hopelijk komt men er heel gauw uit, want natuurlijk is het onderwijsproces en het gebeuren in die zin niet gebaat bij een onderbreking van het proces. Maar aan de andere kant, heeft de leraar een mamoro, dan moet er dus echt wel wat gebeuren. Wat we ook zien staan is dat Paul Salamso Mohardjo vandaag 80 jaar geworden is, Bigiari. Wees eenvoudig, blijf eenvoudig. Loop met opgeheven hoofd, maar kijk niet meer op anderen. We zijn allemaal gelijk als mens. Deze levensles die hem met de paplepel is ingegoten, prent hij in het hoofd van zijn kinderen en kleinkinderen. Inmiddels heeft hij meer dan 50 jaar politieke ervaring op zitten. Deze persoon, die altijd energiek, flexibel en vol levenslust haast overal aanwezig is, herdenkt vandaag zijn geboortedag, wordt gezegd. Het is 80 jaar geleden dat hij het levenslicht zag. De gewezen voorzitter van het Hoogste College van Staat, oud-minister, parlementariër en partijvoorzitter van de Partij Luhur, Paul Salamso Mohardjo. De gewezen parlementsvoorzitter vindt het niet van belang de leeftijd van een persoon te benadrukken. Jaarlijks wanneer hij op zijn geboortedag gebeld wordt met de vraag: minister Mohardjo, hoe oud bent u geworden? Antwoordt hij altijd lachend: ik ben niet oud. Wat oud is, moet weggegooid worden. Ik ben lang op deze aarde. Zijn wens was om een autobiografie uit te brengen, waarin de echte persoon en persoonlijkheid van Paul Mohardjo duidelijk omschreven staat. Die wens gaat vandaag in vervulling, want zijn boek wordt vandaag gelanceerd. Ook gaat hij vandaag een plakkaat onthullen aan de Anamoestraat, waar een schutting van een begraafplaats wordt gebouwd. Op zaterdag aanstaande wordt de jaardag in het groot gevierd. Nou, ook wij feliciteren de gewezen parlementsvoorzitter Paul Mohardjo met zijn bigiari. 80 jaar is sowieso niet niks. Nou, dan hebben we prettig nieuws vanuit de VS, want Robotics Team Suriname wint Rookie Inspiration Award in Houston. Na een succesvolle deelname, de eerste keer aan de Regional Robotics Competitie in maart, waar de Rookie All-Star werd gewonnen en toegang kreeg tot de championships, heeft het Robotics Team Suriname in april deelgenomen aan de kampioenschappen in Houston. Met slechts 3 weken voorbereidingstijd en vele lange uren in het opmaken van ongeveer 100 pagina tellende documentatie,
waaronder onze technische notebook, hebben wij met de inzet van Team Ambassador FTEW werktuigbouwkunde student Swastika Gisaidoube de Rookie Inspiration Award mogen winnen in onze divisie, zegt teammanager Ashna Mahepal. Het team bestaat uit Ayant Jagru, Ishan Sloten, Joel Narendorp, Leslie Uiterlo, Arjan Seudin en Yuri Cario Paviro. We ontkomen er ook niet aan om aandacht te besteden aan good old Walter Muringen die er niet meer is. Muziekicoon Walter Muringen wordt morgen 3 mei gecremeerd. Vernomen wordt, dat er wat verwarring was ontstaan wat informatie. Maar wordt gezegd, we hebben afscheid moeten nemen van onze muzikale inspirator. Kom samen met ons het afscheidsfeest van Walter vieren op woensdag 3 mei. Aanstaande van 9:30 s'morgens tot 12:30 s'middags. Dit deelt de familie mee. De Farewell Jam wordt gehouden in het Jagdeel Parag Crematorium aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Om 10:30 s'middags vertrekt de muzikale rally naar het Shabir Isa Crematorium te Uitkijk, waar het laatste muzikale stuk van Walter Muringen ten gehore wordt gebracht. De Singinetti Jam wordt vanavond gehouden en wel te Pentagon aan de Passiebloemstraat van 7:00 s'avonds tot 10:00 s'avonds. De crematie van Walter Muringen is dus morgen, dat is woensdag 3 mei. Het wordt een farewell jam. Hij was iemand die hield van muziek. Amman bij lob en pokoe bij lob muziek. Maar hij hield ook van koken. Appa bij lob bori, misap, jete din beroka ABC. Regelmatig kwam Walter langs van een fiadu. Abeset poti de nou een boyo. Appa bij lob mikboyo ook toe. Dus ook ik heb mogen proeven van de kookkunsten, de bakkunsten van Walter. Altijd vrolijk, altijd spontaan eenvoudig. Zoals we Walter Muringen gekend hebben. Hij is er niet meer en vanuit deze plek condoleren wij de familie, vrienden en nabestaanden met het heengaan van Walter Muringen. Nou, het nieuws is natuurlijk, of hetgeen het nieuws zal domineren vandaag, de situatie te Peking Saron. Nou mooi zou hier van zowel Raoul Swedo als van de politievoorlichtingsdienst. En we hopen dus in de komende nieuwsuitzending in elk geval hier dus wel weer bij stil te staan. Misschien met nog wat meer updates vanuit het gebied. Om u zo dus ook up-to-date te houden. En laten we even kijken hoe ver we misschien ook enkele van de ondernemers kunnen spreken. Want als je hoort dat 9 tot 10 houttrucks verbrand zijn. Ja, dat zal dus wel ook wel een enorme klap zijn voor natuurlijk ondernemers. Die ook in deze tijd al behoorlijk wat moeten knutselen en toveren om de bedrijven draaiende te houden. Isap zo wat doen? Miloba pokutok, apokufu dat ramio actie was aan Ruben del Prado. Dok, we potatjoen dat even op. Muziek maakt dat we ons weer even tot kalmte kunnen maken. Arka poku even. Verwerken info even. São que se fanana a no fugoseri. Piwalite, pe alobide. Trutru firi fubrisiri de mibuki. Miwalite, pe lespekide. Dengra wa troki na nga koni fumipiki. Dansi le faibendu sofuru.
En zo blijft het maar genieten natuurlijk van deze song. En we kennen Dr. Del Prado niet anders natuurlijk. Palo Ben Poku en Tama Potwaroko. Dan iemand die zeker dat kwaliteit inhoudt. Dat na sowieso 100%. Nou, we hebben Rocco Mandé gehad. En het was voor de Rocco Mang in zijn algemeenheid een dag van bezinnen. Stilstaan bij hoe het hoofd boven water te houden. Want we zijn het met z'n allen erover eens dat het een super uitdaging is. Het zijn uitdagende tijden voor de Rocco Mang. En ik denk dat er niet één Rocco Mang is. Of die groep zal wel heel erg klein zijn. Maar ik denk dat over de gehele linie de meeste Rocco Mangs. Nee, ab wel Rocco. Je hebt tenminste Toussaint doen. Trouwens, ab Drissane doen. Trouwens, naar Fossaan kan dit doen. Maar zo goed als ieder heeft tegenwoordig een bijhossel. De Rocco Mang die is bezig. Probeert natuurlijk met kunst en vliegwerk het hoofd boven water te houden. Wat een heleboel mensen ook doen natuurlijk is met creativiteit proberen de levensstandaard te waarborgen. Vaak genoeg willen we gewoon daar wat aan doen. In Rokogi Strafu, dat is wat we vaak zeggen. Dus je probeert natuurlijk die standaard die je gewend bent te handhaven, te behouden, zoveel als mogelijk. En dat lukt in de meeste gevallen niet. We leveren met z'n allen in Osso. Als je bij Gwengo uit eten bijvoorbeeld, die leeswamung. Kan die halvering bagwa fevi. Een van de fevi kan die naartoe. Een van de toena kan die naar wang. En zo proberen we natuurlijk creatief te zijn. Als je bij Gwent Chadem Chingwa McDonald's in Wamung Alawiki. Vier keer per maand. Nou een zeldzaamheid. Ik weet het bijvoorbeeld. Als je bij een bijvoorbeeld. Kan die bij een patatje gaan op Chimang. Dan ben je bij een gymsrefi meestal naartoe. Toe je bij. Nou hij bij. Je kan maar zielig gaan maken. Papa moet je een patatje. Panaki wan streng patat Carlos. Ik kom een boel langzaam. Dat is zwaring. Maar is ook een vorm van bezuinigen. Sami doet ook toe. Kan hem bij. En dat is ook wel weer een dure grap. Maar het komt voordeliger uit. Dan kan de Igor bij. Ik bij een pakje nuggets. Dat bij een patat. Vriezer patat. Dat je bakadati. Daar heeft hij voor de maand. Een aantal porties. Ik kan naar Tumons Revi. Maar een aantal porties patatje met nuggets. En korkori. Maar belangrijk ook is natuurlijk communicatie met de kinderen. En als je je kinderen redelijk goed tot goed hebt opgevoed, de dingen hebt ingeprent, dan is een kind wel tevreden met hetgeen hij of zij krijgt. Maar het is niet eenvoudig. Misschien heb je dat ook toen nodig. Dan kan je bij een bakje ice cream, dan bij je een koon. Dat pas op dat is na. We moeten we kunnen niet anders. Maar dan ga bij ijsje morgen. A la lazy. Go naar een loket dat je raschot. Je hoort je. Maar dat zijn de dingen die ja, we ons nog kunnen permitteren. Maar een heleboel mensen kunnen zichzelf dat niet permitteren. Dan moet je zich even voorstellen van hoe moeilijk dat is. Dus dat is na bijna. Jong, ik smaak maar een type. Je haalt dit aan het aan. We moeten met z'n allen natuurlijk proberen te overleven. En we moeten denk ik ook wel links en rechts kijken. En lukopoka je po anu. Alhoewel dat ook wel weer een uitdaging is, want je moet natuurlijk wel eerst jezelf helpen. Zeker je gezin. En vervolgens links en rechts kijken. Ik had verlof de afgelopen tijd. Dus in mijn verlof dan ruim mijn klerenkas op. Poor wel een orukrosi. Ik heb een bolie, Carlos. Wel een mooi trui, jongen. En hij fiet me moro. Maar het heeft me ook goed gedaan, want daar heb ik ook boy. Preftens als doe in een kas. Je kan iemand blij maken. Ik kan je pas maar en zo mijn broertje hoe verzameld is en dat ik van één hoor. Ik hoef dit als door maand in maand uit. Dat betreft je reach out. Dat zijn ook wel gebaren. En ja, de plek waar het uiteindelijk terecht komt, daar zijn de mensen altijd wel heel erg dankbaar en blij. En in principe zijn dat de dingen die ons vreugde moeten geven in het leven. Het ondanks de moeilijke omstandigheden proberen te helpen van anderen. Ondanks de moeilijke omstandigheden voor proberen dat die toch trouwens ook te vieren. Chains of verlichting, je kan niet alles doen. We zijn geen superman of superwoman. Maar we moeten met z'n allen toch wel proberen om het voorbeeld te zijn als het gaat om meeleven met anderen. Anderen een helpende hand toesteken, anderen helpen. Dan komen we er wel. In het programma Uru Balmantori, wij arka programma Uru Balmantori. Want Urubal Mantori, Gimoroko de afgelopen wiki, los van een verlof,
Maar het eerst dat hij de Oerubalman en dan om je hebt meer. Trouwens, we gaan er gewoon mee door hoor. Maar ik heb steeds meer verzoeken gehad van mensen van hey, we hebben niks naar Balma Pleasranang. Ik had eerst de dames, noem je beginnen aan de dames, boy de dames schaars. Yes, ik de dames aan Kandra. Yes, ik de dames aan Kandra, maar wat vinden? Maar uit verschillende sporten hebben mensen mij dus gecontact van, er zijn ook oud-basketballers, er zijn ook oud-zwemmers, er zijn ook oud-volleyballers, er zijn ook oud-atleten, oud-karateka en zo on, en zo on. Dus men heeft mij gevraagd om het programma Oerubalmantori te evalueren en te kijken in hoeverre ik het niet gewoon breed open moet gooien. Ik kan de wabief wijze gaan in, dan ik wil even een karate man of zo aan zwemmen. Dan kan ik een Oerubalmantori of Oerubalmantori. Dus dan moeten we het de naam van het programma misschien gaan wijzigen. En opengooien en het breder pakken. Dat we dus alle oud-legends, alle oud-sporters eigenlijk die plek geven. En die ruimte geven om hun verhaal te delen met Suriname. Nou, we staan er open voor. We denken erover na om het inderdaad op die tour te brengen of te gooien. Want dan hoor je natuurlijk ook wel verhalen van andere legends, andere toppers in verschillende sporten. Dus we nemen het mee als huiswerk. We maken elkaar huiswerk. En zo gauw we eventueel ready mochten zijn om die aanpassing, die wijziging te plegen, dan doen we dat sowieso ook. Dus dat nemen we dus sowieso ook mee. Hè. Zolang we kiezen op geen feedback, dan je mag er zeker van dat we er wat mee zullen doen. Dus dat is ten aanzien van Oerubalmantori en of we hem al dan niet opengooien voor ook de andere sporten. Want ook in die sporten hebben zich natuurlijk legends bewezen. Die man geboren, die man ontpopt, die schreefie. En ook toen een verhaal dat hij, abo leuk voetje, alles on de bakan nou aan trouwen. Dus blijft hem volgen. Maar er komt dus sowieso meer aan. Want dat is aan het vergiet ook toe, jongen. Vandaag hebben we de beëdigingen van twee nieuwe ministers. Dat berichtje heb ik ook opgestuurd gehad. President Chan Santoki heeft besloten om twee nieuwe ministers voor onderwijs, wetenschap en cultuur en voor ruimtelijke ordening en milieu te beëdigen. Volgens de uitnodiging van de communicatiedienst Suriname, CDS, worden de nieuwe ministers dus om 12 uur op het presidentieel paleis beëdigd. Hoewel de naam van de nieuwe minister van ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur niet officieel is prijsgegeven, wordt vernomen dat het zou gaan om Henry Ory, die hiervoor uit zijn ambassadeurschap in Frankrijk wordt gehaald. Ory moet de plaats innemen van Marie Levens, die haar portefeuille indiende nadat haar partij NPS op 15 februari dit jaar uit de coalitie stapte. Samen met Levens diende ook partijgenoot en collega-minister Silvano Chonahin zijn portefeuille in. En vernomen wordt dat zijn plek op het ministerie van ROM wordt ingenomen door universiteitsdocent Marciano Dassai. Zowel Ory als Dassai zijn door de VHP voorgedragen, hetgeen betekent dat de grootste coalitiepartij momenteel 10 ministeries beheert. De VHP-ministers Krishna Mathura van Defensie en Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hebben vanaf medio maart waargenomen op respectievelijk het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en ROM. En McAndrew draagt volgens een uitnodiging van CDS om 13:30 het roer over aan Dassai. Dus het nieuws is voor nu dat de beëdiging van de nieuwe ministers dus plaatsvindt. En de nu nog kandidaat ministers zijn dus voor onderwijs, wetenschap en cultuur Henry Ory. En voor de positie op het ministerie van ROM zou dat dus zijn Marciano Dassai. Hij is universiteitsdocent, een zeer sociaal bewogen persoon zoals ik hem persoonlijk ken. Oud bodybuilder, sportschoolhouder, ook jurylid van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond. En met name in de Javaanse community heel actief, zeer actief persoon. Dus binnenkort hoop ik de minister van ROM te ontvangen in de studio. Fugatori Nanamang. En van hem te vernemen hoe hij staat in de nieuwe uitdaging. Wat we gaan doen voor we afsluiten is teruggaan naar inspecteur Kesmen. Dat hebben we live gesproken, gaan we niet kunnen herhalen. Maar we kunnen wel nog kort luisteren andermaal naar Raoul Swedo.
en de update van de heer Swedo met betrekking tot de onlusten in het Pikisaron gebied, waarbij dus de post van Slansbosbeheer zou zijn afgebrand, maar ook de politiepost al daar. En twee politieagenten dus vanwege vuurwapengeweld gewond geraakt zijn en thans vervoerd worden naar Paramaribo om naar het ziekenhuis gebracht te worden. We begrijpen dat er zich toch wel wat grimmige zaken voor gedaan hebben te Pikisaron. Wat zijn de eerste berichten die jou bereikt hebben? Nou, al sinds rond 6 uur in de ochtend werd ik door enkele dorpsbewoners gebeld dat de mensen op dat moment niet wisten wat er gaande was, maar dat ze dus wel hebben gezien dat trucks, houttrucks in brand zijn gestoken. Informatie had hun toen bereikt dat ook de LBB-post daar was overgenomen, de politiepost was in brand gestoken. Men wist me wel te vertellen dat er doden zijn gevallen. In hoeverre dat eigenlijk bevestigd is, weet ik nog niet. Maar het is in elk geval een vrij ernstige situatie momenteel te Pikisaron. Heb je een idee wat hiertoe geleid kan hebben? Want je hebt vaker contact met ook de dorpen in het gebied en de bewoners al daar. Was aan de Koekekong? Nog een keertje? Ik hoor u ver. Nee, ik vraag me af of jij misschien als een van de mensen die via jouw stichting regelmatig contact hebt met de mensen al daar, hebt kunnen vernemen in hoeverre er dus een aanleiding hiertoe is geweest. Was er iets dat aan het opborrelen was? Nou, ik heb een gesprek gehad met de heer Taputo heel vroeg in de ochtend. Omdat u weet, er is momenteel een situatie in Pikisaron waarbij ook verkiezingen zijn gehouden. De ene partij wel eens is, de andere partij niet eens is. Dus de kapitein Taputo geeft dus aan dat in een eerder gesprek aan Apache Media dat hij dus op papier nog steeds kapitein is en de andere persoon gekozen is, maar die kwestie was in elk geval nog niet opgelost. Ik heb vernomen dat de moederorganisatie nog bezig was daarmee, maar dat eigenlijk niet de aanleiding is. Maar wat hij wel wist te vertellen, dat er een actiegroep is die dus met betrekking tot het uitgeven van gronden in de dorpen actie zou voeren en die met hem contact hadden gemaakt en hij meer voor een vreedzame actie eigenlijk zijn ondersteuning wilde bieden. En hij wist me aan te geven dat hij ook aan die actiegroep heeft medegedeeld dat hij niet meedoet met acties waarbij men natuurlijk over zou gaan tot brandstichting en dergelijke. Maar tot zijn verbazing was helaas wel dat het geval van morgen. Dus tot zover ik het heb kunnen vernemen gaat het om een actiegroep. Als er intussen mensen van het dorp zijn gaan inmengen is voor ons nog onduidelijk. Maar we begeven ons momenteel richting Pikisaron om natuurlijk ook SRS meer te kunnen informeren. Dan en de gemeenschap. We houden het voor nu hier bij Raoul Swedo. Stay safe on the road. En zo gauw je gearriveerd bent op locatie, dan proberen wij jou weer in te brengen. Prima, you're welcome. Goedemorgen. En met dit gesprek met Raoul Swedo van Stichting Apache besluiten we deze aflevering van de Koffiepraat. U kunt in de volgende nieuwsuitzendingen meer updates verwachten met betrekking tot de situatie te Pikisaron. En ook met betrekking tot zaken die actueel zijn, de acties die aangekondigd zijn voor vandaag in het onderwijsproces, de ziekenhuizen enzovoort. Onze nieuwsdienst onder leiding van Lloyd Groenewoud, die zal sowieso op pad zijn. Dus blijf ons volgen. Tot de volgende Koffiepraat. En dat is dus morgen om 8 uur 's morgens. Goedemorgen.